Nico van der Lely, u bent kinderarts in Delft. We weten allemaal uit de media dat het aantal gevallen van coma-zuipen en jongeren die alcohol gebruiken toeneemt. Merkt u dat in het ziekenhuis ook? Nou, dat is de reden waarom we onderzoek doen. En dat blijkt inderdaad in de meeste ziekenhuizen in Nederland. We hebben er bijna 100. Het aantal kinderen wat binnenkomt steeds stationair ongeveer rond de 1000 blijft. En daar maken we wel zorgen om. En daarom hebben we die alcoholpolie ontwikkeld. Wat is er anders aan de alcoholpolie? Wat houdt die precies in? Nou, alcoholpolie is dat we dan kijken wat nou de grondslag is op basis van ze bij ons verschijnen, waarom ze drinken. En dat gaat niet alleen het kind aan, maar ook heel de familie en de omstandigheden. En of er misschien een reden is, medisch gezien of niet medisch, waarom ze dat doen. En we brengen ook in kaart wat de schade is. En we proberen met name een recidief te voorkomen. De tweede opname blijkt dat het gewoon extreem schadelijk is voor een ontwikkelende hersenen bij dat kind. Wat zijn de schades nog meer die kinderen kunnen oplopen als ze veel drinken, behalve hersenschade? Nou, het wordt steeds duidelijker dat het ook de alcoholinname van invloed is, niet alleen op de ontwikkeling, hè, dus dat ze wel of niet dom ervan worden, maar ook dat ze verhoogde kans op kanker krijgen later in het leven, wat de gemiddelde Nederlander helemaal niet weet. En tot en met nierschade en elk orgaan is eigenlijk wel aangedaan, want alcohol is een vreemde stof voor het lichaam. En eigenlijk, ja, u weet dat, ik weet het nu ook, ik wist in elk geval al wel dat het schadelijk is voor de hersenen. Ik denk dat veel jongeren dat misschien ook ergens wel weten. Hebben jullie al een reden kunnen vinden waarom ze dan toch zoveel drinken? Nou, ten eerste, de jongeren weten het nog niet goed genoeg, denk ik. Daarom zijn we een programma aan het opzetten voor de brugklas. En niet zozeer dat ze er straf van krijgen dat ze drinken, dat gaat het niet om, maar dat ze er dommer van worden. En dat ze ook inzien dat er een soort hele businessmodel op ze afkomt. Want als je op jongere leeftijd start met drinken, heb je 4 tot 6 meer kans op veel gebruik later in het leven. En dat het niet normaal is dat achterop de flessen met veel alcohol, dat er mixtips op staan. En dat leren we ze eigenlijk. En het vreemde is dat wij ze moeten leren als dokters. Eigenlijk moeten ze dat van de ouders leren. Wat ik mee wil zeggen, dat de ouders eigenlijk te weinig beschermend zijn voor de kinderen. Je moet ook leren zeggen, je mag geen druppel drinken. Ligt daar dan ook een taak voor het sociaal domein, voor sociaal werkers of jongerenwerkers? Ja, absoluut, denk ik. It takes a village to raise a child, zeg ik altijd maar. Als dokter kan ik het niet alleen, als onderwijzer ook niet. En mensen in het sociaal domein werken ook niet, maar je moet met z'n allen samenwerken. En is alleen al als antennefunctie, denk ik. Want als er iets mis is, dat geldt voor een huisarts, moet je kinderen kunnen doorverwijzen naar de alcoholpolie. Waar niet alleen ik als kinderarts werk, maar ook een kinderpsycholoog. Waar je enorm goed samenwerkt met allerlei andere mensen in het veld. Dat is van de verslavingszorg tot en met de politie, bij wijze van spreken. En nog niet heel lang geleden is de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen drinken omhoog gegaan. Daar heeft u mede voor gezorgd. Heeft dat al geholpen? Is dat al zichtbaar? Ja, gelukkig wel. Je ziet dat de attitude van de ouders is gewijzigd. Vroeger was er een minderheid die het niet goed vond dat je dronk onder de 18. Het is nu een meerderheid. Alleen dat stijgt niet verder, helaas. Dus we zullen iets anders moeten doen. Maar je ziet ook in de ziekenhuizen, de gemiddelde kinderen die binnenkomen qua leeftijd zijn gestegen. We zien in de ziekenhuizen eigenlijk geen 10, 11, 12, 13-jarigen meer. Vroeger was dat wel het geval. En dat is op die drink op die leeftijd extreem schadelijk. Dus we zijn al een eind op weg. Ja. En als we al een eind op weg zijn, hoe groot denkt u dat het probleem nu nog is? Nou, het interessante is om te kijken, in de ziekenhuizen in Nederland blijven er maar 1000 kinderen per jaar binnenkomen. Je ziet wel dat ze later gaan drinken, op latere leeftijd. Maar als ze eenmaal gaan drinken, halen ze het weer snel in. Dan drinken ze weer heel veel dat ze tot een promillage van 2,5 komen. En dat is onze kerntaak om daar weer iets aan te wijzigen de komende 2 jaar. En niet alleen als dokter, maar ook samen met de mensen vanuit het sociaal domein. En wat zouden we daar op korte termijn al aan kunnen doen? Want u zegt 2 jaar, het is natuurlijk fijn als we eigenlijk morgen al beginnen. Wat kunnen we al doen? Nou, we kunnen dus samenwerken. Vanuit de staat komt er iets aan, dat heet Nationaal Preventieakkoord. Staatssecretaris is op werkbezoek geweest en ik heb ook gezegd, het gaat niet om mij, maar het gaat om het samenwerken. Dus we hebben samen zijn een programma aan het doen voor de scholen. We zijn een programma aan het doen voor de sportclubs, want dat zijn met name de plekken waar de kans het grootst is dat kinderen kunnen drinken. En dat we steeds aan voorlichting doen en dat is ook de reden dat ik nu vanmiddag in Driebergen ben. Oké, helder. Dank u wel. Ja,